Boer heeft volgens kardinaal slechte pers. Bouwstop Limburgse geitenhouderij weggestemd. En aanval op veehouderij tijdens klimaatdebat Tweede Kamer. Kardinaal Wim Eijk van het Rooms-Katholieke Aartsbisdom Utrecht heeft een bezoek gebracht aan enkele Twentse boeren. Volgens hem hebben boeren het op dit moment niet makkelijk. Ze staan nog alles bloot aan kritiek. Zij zouden het milieu bedreigen met hun dieren, fosfaat, noem maar op. Nou, en wat dat betreft hebben ze op dit moment eigenlijk een slechte pers. Problemen in onze agrarische sector zijn heel divers. Wij krijgen te maken met algemene regelgeving die wat vanuit ons uit Nederland wordt opgelegd. Met asbest wat in 2024 van de daken moet zijn. Veel agrarische bedrijven liggen vol asbest nog. En we hebben natuurlijk onze landelijke fosfaatrechten verhaal. Waardoor boeren een aantal procenten in moeten leveren van hun vee. Om weer aan de eisen van 2 juli 2015 te voldoen. De kardinaal liet zich op de boerderij van de familie Damhuis in Glanen informeren over de ontwikkelingen op het platteland. Iedere boer staat heel dicht bij de natuur, bij het leven, bij de dood, bij het bloeien en groeien in ons land. Dus ik denk dat je elke dag de creatie van God ziet. En daar haal je kracht uit met elkaar. Als een oogst goed gaat, dan is dat wel met elkaar gedaan. En dan ben je daar wel dankbaar voor. Als een kalf wordt geboren, of een biggetje, of een lammetje, dan ben je daar wel dankbaar voor. En als er iets overlijdt, ja, dan weet je, dat hoort bij de natuur. Dat hoort gewoon bij hetgeen God ons gegeven heeft. Voor alles wat God ons gegeven heeft, dat gaat de boer ter harte. En we hebben heel veel aan boeren te danken. En hoe technisch ons leven verder ook mag zijn, we leven toch van wat we elke dag eten. En dat levert de boer aan en dat mogen we niet vergeten. Dus ik denk dat we de boeren in ons hart moeten dragen, dat we ze moeten steunen. En dat we met heel veel respect en ook heel veel dankbaarheid moeten kijken naar alles wat zij voor ons doen. In Limburg komt vooralsnog geen bouwstop voor de melkgeitenhouderij. Een motie van de Partij voor de Dieren werd vrijdag tijdens de Statenvergadering weggestemd. De partij vreest dat komende tijd geitenhouders die in Brabant en Gelderland niet meer terecht kunnen, zich in Limburg vrij kunnen vestigen omdat gemeentes vergunningsaanvragen niet kunnen weigeren. Drie fracties in de Tweede Kamer willen dat het kabinet concrete plannen maakt voor een krimp van de veehouderij in Nederland. Ze hebben er een motie voor ingediend tijdens een debat met minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP noemden de sector een van de grootste vervuilers ter wereld. De minister van Klimaat voelt er overigens niets voor. Hij wees erop dat de initiatiefnemers daarvoor bij de minister van Landbouw moeten zijn. Een verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 is volstrekt onrealistisch als de politiek niet snel maatregelen neemt. Door de vele beperkingen verloopt de sanering van oude daken veel te traag. Die waarschuwing richt LTO Nederland aan de Tweede Kamer. Komende week geven de verschillende fracties hun mening over het geplande verbod. Dat is namelijk nog steeds niet wettelijk geregeld. LTO staat op het standpunt dat een wetswijziging alleen niet genoeg is. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl.